Groningen. Op deze kaart zie je wat het is. Die blauwe vogel, dat is Groningen. Van het Westenkwartier tot het Schildmeer, van Groningen tot Assen. En Groningen is een netwerk. Zo'n 50 verschillende organisaties zijn bezig om Groningen te ontwikkelen tot een gebied waar je van kan genieten en waar het goed wonen en werken is. Met heel veel water en natuur en dat ook nog eens klimaatpositief is. In deze serie Groeten uit Groningen reizen we van west naar oost. En in deze aflevering zijn we in de Onlanden. Ik sta hier in het gebied dat ervoor zorgt dat als het heel hard regent, de stad daar niet overstroomt. Want weet je nog, in 1998 toen is er zoveel water gevallen dat het museum overstroomde, dat het Heijmanshuis en Maartenshof en het Martini ziekenhuis, dat daar mensen geëvacueerd moesten worden. Echt een drama! En daarom is dit gemaakt. 7,5 miljoen kuub water kan hierin worden geborgen. En in de toekomst komt er nog 5 bij, want ja, die klimaatverandering. Maar naast waterberging is dit ook natuurgebied. Je kunt hier heerlijk fietsen, wandelen, vogels tellen. Maar eerst ga ik met boswachter Bart het gebied in. Het paardje was bijna uitgestorven, komt ook uit Exmoor, uit Zuid-Engeland. Exmoor zijn ook echt moerasgebieden, hè? Ja. Kan zich daar heel goed handhaven. Er waren er ooit zo'n 65 over na de oorlog. En mensen hebben zich daarover ontfermd. En wij ook. Wij hebben ook gezegd van nou, dat is een goed ras wat hier hoort. Hey, in beeld. Ja. Wat is het? Ja, niet zomaar een beeld. Een ware monnik. Oh ja, ik zie het kruis. En het verhaal gaat dat hier monniken liepen. Van Aduard naar Fries, twee kloosters. En daarbij hielden ze halt op deze zandkop. Dit is eigenlijk een duin midden in die Onlanden. En daarbij stonden heilige beelden. Dat zou ook het naam Het Beeld, wat dit terrein heet Het Beeld, rechtvaardigen. Nou, en toen dachten wij als boswachters, nou, het is wel leuk om zo'n monnik terug te brengen. En dat brengt ook de historie tot leven. Dus onderweg komen we meerdere monniken tegen. Dit is de eerste. En waarom wijst hij die kant op? Die kant moeten we op naar de toren. Oké, nou, dan gaan we. We gaan die kant op, ja. Hey, dit is nu allemaal een soort van weiland, noem ik het maar. En opeens is hier een bos. Ja, ja, hoe daarom is dit zo ontstaan? Ja. Dit zijn eigenlijk houtwallen. En je moet weten dat dat hele gebied van Noord-Drenthe, waaronder ook de Onlanden, vroeger eigenlijk dooraderd was met houtwallen. En nou is het zo dat die houtwallen ongelooflijk waardevol zijn voor natuur, omdat het eigenlijk de snelwegen zijn voor natuur. Bijvoorbeeld de das, die hier ook voorkomt, die zal nooit zo'n gebied dwars oversteken. Die zal altijd de grenzen van die houtwallen volgen. Maar het is vooral zo dat die Onlanden heel waardevol zijn, omdat je al die verschillende terreintypes, van grasland tot moeras tot bos, alles bij elkaar hebt. En dat geeft voor al die soorten vogels en dieren een biotoop, een leefgebied, waarin ze zowel kunnen broeden, voortplanten, als eten kunnen vinden. Ja, 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 ja. Die mengeling maakt dat zo goed. Ja, een hele cirkel. Ze vinden eigenlijk alles hier. Ja, het is tafeltje dekje. Ja. In de Onlanden lopen niet alleen boswachters rond, maar ook vogeltellers. In de korte tijd dat de Onlanden bestaat, hebben enorm veel vogels het gebied ontdekt als leefplek, als broedplek of om te overwinteren. Het SOVON, het onderzoeksinstituut dat in het wildlevende vogels in Nederland onderzoekt, wil dit gebied dan ook graag monitoren. Zo'n 30 vrijwilligers lopen daarom hier regelmatig rond om de vogels te tellen. Zoals Michel Wijnholt. Carla ontmoet hem midden in de Onlanden aan de Hooiweg bij het zogenoemde Mijmerbankje. Een heerlijke plek om over het water uit te staren en je een te voelen met de natuur. Maar ook een topplek voor vogelspotters. Ik trek een heleboel foto's. Kom je hier vaak eigenlijk? Ja, ik kom hier wel regelmatig, ja. Ja? Ja. En wat doe je dan? Mijmeren? Of ben je bewust hier aan het rondkijken van wat leeft hier? Nee, vooral het laatste. Hier? Ik ben hier vooral in het broedseizoen bezig met dat werk. Dus kijken hoeveel broedvogels zitten er. Dus dat is ook nu? En dat is nu inderdaad. Ja. En dat wordt al gedaan sinds 2012, dus sinds de ingebruikname. En het geeft eigenlijk een hele unieke kijk in hoe zo'n gebied zich ontwikkelt.
Want niet alleen weet je hoe het dan met de vogels gaat, maar vogels zijn vaak een indicator van andere dingen. Zoals welke insecten zitten er, hoeveel water is er, wat is de waterkwaliteit. En dat kun je allemaal aflezen aan die vogelstand. Ah, ja. En door die vogelstand te volgen weet je dus heel veel over het gebied eigenlijk. Ja. Maar was je hier vanochtend ook al? Ja, ik was hier vanochtend ook al. Dit is je teldag? Ja. En wat heb je toen gezien? Heel veel rietzangers. Dat is een rode lijstsoort, maar die komt hier echt heel veel voor in de onlanden. Vorig jaar hebben we 1655. Maar ik denk dat we dit jaar er ver bovenuit komen. Ja, dus het gaat goed met de rietzanger? Het gaat heel goed met de rietzanger in dit gebied. Hier in ieder geval. Ja. Ja. En wat leeft hier nog meer? Ganzen, snap ik. Ik zie zwanen, eenden, allerlei soorten waarschijnlijk. Ja, een heleboel soorten ganzen en zwanen inderdaad. En een heleboel zangvogels van het moeras. Dus naast de rietzanger ook de rietgehorst, de blauwborst, de snor, sprinkhaanzanger, dat soort soorten. En nou, de watervogels die hebben natuurlijk een knauw gehad door de vogelgriep afgelopen jaar. Wow. En zoals wellicht bekend is, de kokmeeuwkolonie in de onlanden is nu aan de beurt. Dus we hopen dat er iets van overblijft. Ja, triest. Ja. Nou, laten we op pad gaan. Ja, laten we dat doen. Ja. Kom maar. Welke kant? Die. Nu gaan we de natuurlijke elementen trotseren, want het waait behoorlijk stevig. En het is hoog, hè? We gaan naar 26 meter hoogte. Oké. Okay. Ja. Nou, de laatste treden van de 126. Zo, dat hebben we toch weer goed gedaan. Zeker. Hoe vaak doe je dit per dag? Nou, niet elke dag. Nou, en hier hebben we dus rondom 360 graden uitzicht over de onlanden. Met een lekker briesje. En dat is eigenlijk fijn van die onlanden. Je voelt hier de natuurlijke elementen. De onlanden is dan wel heel veel natuur, maar het is ook bedoeld als waterberging. Dat is eigenlijk een manier waarop we op een relatief goedkope manier heel veel water kunnen bergen. Inclusief dat we die natuur kunnen helpen en dat het een enorme recreatiefunctie heeft vanuit de stad. Nou, alleen maar win-win zou ik zeggen. Men had het ook technisch kunnen oplossen ooit met enorme sluizen bij het Lauwersmeer. Dat had ongeveer 100 miljoen gekost. Dit kost 40 miljoen. Dus voor 60 miljoen minder heb je heel veel natuur, heel veel recreatie. En, ja, nu heb je en. En we zijn nu zo'n 25 jaar verder. Klimaat verandert nog steeds. Ja. Is dit voldoende voor de toekomst? Dat is een goede vraag van je, want wat we zien is dat het klimaatverandering veel harder gaat dan men had voorspeld. Ooit waren de berekeningen eens in de 100 jaar zou dit gebied echt nodig zijn. Het blijkt nu in de laatste 15 jaar al 2 keer nodig te zijn geweest. Zo. En de laatste berekeningen zijn dat we, dit is zeg maar voor 800.000 kuub water toereikend. We komen 500.000 kuub tekort. Wat ons betreft zien wij graag dat de bron, dus waar het water eigenlijk begint, het Drents plateau, daar laten we dat water nog steeds met een noodvaart naar die onlanden afstromen, de Waddenzee. In plaats van daar te bergen? Ja, en ons idee zou zijn, probeer zoveel mogelijk water te bergen in die kop van Drenthe. Dat ook watervoorziening, waterwinning goed gedijt, want het water moet ook kunnen infiltreren in de grond. Maar ook voor natuur, voor landbouw en voor alles met elkaar samen zou het goed zijn dat die kop van Drenthe, het plateau, ook meer water gaat vasthouden dan wat het nu doet. Ja. Ja, wanneer? Nu? Liefste vandaag dan morgen. Ja. Oké. Okay. We gaan weer naar beneden. Waar gaan we nu naartoe? We gaan helemaal naar de noordkant, uiterst noordkant van de onlanden aan deze kant. Richting Suikerunie? Suikerunie-gebied, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Aan de andere kant, aan de zuidkant van de onlanden, ligt Foxwolde. Daar staat de boerderij van Peter Oosterhof. Peter heeft zo'n 110 koeien. In 2018 maakte hij de overstap naar anders boeren. Biologisch, geen kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen en een kruidenrijk grasland in plaats van enkel Engels rijgras. En daarbij vooral zorgen voor biodiversiteit. Waar we nu staan is van Drents landschap. De boswal is van Drents landschap, de sloot is van Drents landschap, de grond is van mij. Oh. Maar wij zorgen dan wel weer, of wij, ik samen met een ploeg vrijwilligers uit het dorp, dat deze boswallen goed onderhouden worden.
Je moet wel wat beheren, want anders wordt het een wilde bende of zo? Het moet niet, maar ja, als je het alles maar laat staan, dan wordt dat bosje is bijvoorbeeld ingeplant tijdens die herinrichting. En als je daar geen variatie in aanbrengt, dan krijg je straks zo'n heel hoog eentonig bosje. Ja, ja. En er moeten juist ook struiken groeien. Ja. En nou, qua beheer van boswallen willen wij ook onderin ook groei hebben. De meidoorn en de vlier, die bestdragers zijn voor die vogels heel belangrijk. We zagen wel eens een grote boom. We zorgen dat er wat meer verscheidenheid in de wal komt. Normaal gesproken, ik had altijd geleerd, een boswal op snoeien was 4 meter kaal. Want dan heb je er geen last van. En dan mag er een boom. Ja, en daar denken we nu ergens anders. Daar denken we nu anders over. Wat leuk eigenlijk om te horen, want je bent koeienboer. Ik ben koeienboer. En je hebt het dus hartstikke over de natuur en over bomen en zo. Wat mooi. Ja, maar ik ben ook gestopt met mijzelf boer te noemen. Dat is ook misschien wel een beetje tactisch. Ik noem mij nou voedselproducerend natuurbeheerder. Oh. Hallo. Hier maar even door de... Ja. Ik heb niet een heel handige route gekozen, maar... Brandnetelthee. Nou, waar ga ik naartoe? Spring ik erover? Ja, je mag erover. Volgens mij staat er geen stroom op. Nee. Volgens jou? Ja. Weet je het zeker? Nee. Ik besta op rubberlaarzen, dat scheelt. Hey, koeien! Hoe lang staan jouw koeien buiten eigenlijk? Onze koeien die lopen ongeveer 200 dagen, dag en nacht, buiten. En dan gaan ze van vers gras... Ja, van het verse gras, dat grazen ze direct. Dus ik hoef het niet eerst te maaien en naar een stal te brengen. Zij zijn de maaiers, maar ze leggen ook gelijk de mest weer netjes terug op het land waar het uiteindelijk weer terechtkomen moet. Dus elke wagen voer die je naar de stal brengt, betekent ook weer een tank voor mest weer terug. En die mest, dat doen ze heel mooi, gescheiden. Hier poepen ze en daar plassen ze. En als die poep en die plas niet bij elkaar komt, heb je ook minder ammoniak uitstoten, dus minder stikstofdepositie. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog gewoon 100 dagen dat ze alleen overdag buiten lopen. En dan krijgen ze 's nachts bijgevoerd, omdat er dan te weinig gras in het land groeit. Ben je ook nieuwsgierig? Kom maar. Ja. Ja, de manieren zijn niet helemaal goed. Oh, liefde. Oh, wat heb je groot. Je hebt een heel donkere tong. Kijk dan. Heel donker. Nou, niet meer. En jij dan? Heb je ook een donkere tong? Oh, je bent ook een groot hoofd, zeg. Ja, wat zei je? Zo'n groot hoofd die. Dat hebben ze ook van de boer. In het noordoosten worden de onlanden begrensd door het Peizerdiep. Dit is ook een van de gebieden waar Michel vogels telt. Dus wij mogen hier vandaag stiekem in? Nee, niet stiekem. Ik heb een vergunning, jullie mogen gelukkig met me mee, maar in principe mag je hier niet naar binnen. Nee. Ook niet met hond, ook niet aangeleid, ook niet los, helemaal niet los. Wat geluk hebben wij. Dus hier sta je nog redelijk hoog en droog, maar je ziet aan beide kanten ligt het lager. Ja. En is het ook echt heel drassig en moerassig. En dit zijn nog steeds de onlanden, neem ik aan? Dit zijn nog steeds de onlanden, ja. Het is een groot gebied, hè? Jee. Kijk, daar gaat een... Kijk. Kijk, hij hangt daar nu. Ja, dat is een in. Rietgors. Ja. Best groot, lange staart. En dit is dat mannetje, die heeft een zwart kopje. Het vrouwtje die heeft, die mist die tekening. Dit is het mannetje dus. Ja. Nou, dit is een geroofd ganzei. Die kom je regelmatig tegen als je inventariseert. Wel hard, hè, die natuur. Ja. Ze elkaar allemaal opeten. Maar goed, daar is de natuur ook op ingesteld. Want als ja. elk nest 100% succesvol zou zijn, dan zou je binnen een paar generaties letterlijk stikken in de... In de ganten en eenden. Dus de natuur is erop ingesteld dat de meesten het niet halen. Nee. Oh, toch wel een naar idee. Met het ei geel er nog in. Nou, hier zingt een kleine karakiet. 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 Die zit meestal verscholen. Die laat zich niet zo snel zien. Oh, daar gaat een zwarte kraai. En die nestelt daar in de hoogspanningsmast. Als je op de bovenste traverse kijkt, of de ene bovenste, dan zie je ook takken zitten in het midden. Die uitsteken. Ja. Paardje krak eend. Kak? Krak. Ja, hoe verzinnen ze al die namen? Kwak. Want ze kwakken toch allemaal? Krak. Oh ja. Krak. Maar deze kwak van deze eend klinkt een beetje als krak. Ja, oké. Misschien ga ik die nog onthouden. Vanuit hier kun je het mooi dat zien waarom het mozaïekmoeras genoemd wordt. Maar je ziet, zeg ik, allemaal stukjes verschillende kleur. En elke kleur is weer een andere soort vegetatie. Je hebt hier het
mooie groene, dat is lisdodde. Van die sigaren die omhoog komen. Ja. Hier heb je wat die struikjes hier, dat is moerasgagel. Dan heb je zeg je toch? Gagel, ja. Dan heb je een andere kleur riet, dat is gewoon riet. Dan heb je natuurlijk het oude dode riet nog, dat is geel. Je hebt dat rode zweem eroverheen, dat zijn pittruspollen. Als die afsterven, dan worden die een beetje rood. Er komt nu ook nieuwe groei naar boven. Dan heb je daar wat zeggenachtige, dat is weer een heel andere kleur groen. Zo heb je elk zijn stukje, ja, zo'n mozaïek inderdaad. Hoe lang ben je al aan het inventariseren eigenlijk? Ik doe het sinds 2014. Oh, dat is al heel lang. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Toch? Ja. Nou, wat vond je ervan? Supermooi. Ja, leuk. Ik heb wel wat geleerd weer. Alleen, of ik al die vogelgeluiden onthoud, denk ik niet eigenlijk. Maar ja, dit is echt wel weer een andere omgeving, hè? Ja, dit is het Elderdiepje met een vistrap. Dat wou ik je graag laten zien. Ja, die wil ik ook wel zien. En daarbij zie je dat het water flink doorstroomt van dat Drents plateau helemaal naar die Waddenzee. We doen een evenwichtsoefening. Springen over de beek. Wow, oké. Ja, soepel. Ik ben er. Nou, en hier staan we dan op de stuw. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Nou, 20 minuten fietsen vanaf de Grote Markt. Sta je midden in de natuur. Oh, daarom heb je zo'n klein autootje. Over die bruggen te gaan. Ja, dan wurmen we ons hier net doorheen. Dat lukt nog. Super drukke weg. Ja. Avontuur. Ja. Al deze sporen, al deze teentjes, het zijn allemaal sporen van otters. Joh, wat veel. Honderden, duizenden. Dus hier zijn de tenen, voetzolen. Ach ja. Dat zijn allemaal sporen van otters. Maar er is nog een hele goed spoor. En dat noemen we sprains. Wat doet zo'n otter nou? Die maakt een kraphoop. Hij maakt een bult. En bovenop die bult legt hij een zogenaamde sprains. Is dat een drolletje? Ja. Ik ga verse zoeken voor je. Lekker. Ja. Ik heb nog nooit een otterdrol geroken. Grappig joh. Ja, dit is al beter. Ruik je wat vissige stukken? Niet heel sterk, ja, een beetje. Oh ja. In de verte. Ja, dit is ook niet zo'n hele verse spray, maar hiermee communiceren ze. Kunnen ze vertellen van ja, dit is mijn territorium of ik ben een vrouwtje. Op die manier laten die otters hun sporen achter. En hoeveel otters gaan hier zo al langs, denk je? Nou, we weten dat we zo'n 3 families hebben. Dus mannetje, vrouwtje, jongen. Ja. Dus, maar elke nacht is er wel activiteit hier, denken wij. Nou, uit die sprains hebben we kunnen achterhalen waar die otters vandaan komen. Dus dat betekent dat Groningen niet op zichzelf staat. Deze otters die komen uit Friesland. Echt waar? Friese hier. Otters. Wat ook bijzonder is om te weten, is dat die otters het voorkeur geven aan wandelen, aan lopen over land. In plaats van zwemmen. Zwemmen kost ze meer energie. En ze verplaatsen zich daarom steeds over droge verbindingen. Dat is ook de reden waarom 1/3 van de hele populatie otters in Nederland worden doodgereden op wegen. Maar al die pootjes, joh, die gaan helemaal tot hier ook door, hè? Otters zijn ongelooflijk speels. Je ziet ze overal overheen duikelen en krollen. En nou, dat is wat hier gebeurt. Dit is één grote speelplaats. Overdekte speelplaats. Nee, nee. Niet doen. Kijk, zit jouw nummer? Vlindertje, zie je? Nee, ik zag hem niet. Ik was even met wat anders bezig. Bij zijn boerderij heeft Peter Oosterhof een aantal weilanden waar hij zijn koeien laat grazen. Bij elk stuk grond probeert hij de bodem te verbeteren. Dat gaat bij het ene stuk land makkelijker dan bij het andere. Nou, dit perceel wou dus helemaal niet produceren. Wat heb je eraan gedaan? Nou, dan probeerden we die grond beter te krijgen. En dan ga je er van allerlei kruiden, granen, klavers en diepe wortelende gras in zaaien die de bodem zeg maar weer aan de gang maken. Dit is wilde peen. Oh ja. Ja, dit zou je bijna zelf kunnen eten. Ja, je weet natuurlijk ook normaal gesproken de wortel. Dus zal ik die eens even uitspitten?
Hij smaakt niet naar wortel trouwens. Nee. Het is, vind je hem lekker? Nee. Wat vind je van de ziegelrij dan? Nou, proeven. Jij eerst. Dus jij durft niet eens te proeven. Gadver. Dit is vies. Goed dat we koeien hebben, hè, die daar wat lekkers van kunnen maken. Want de koeien zijn er dol op. Snap je niet, hè? Vorig jaar hebben we hier dus een nieuwe plantdiversiteit hebben we hier in aangebracht. En je ziet dus in die bovenste laag dat er heel veel wortels komen. Ja. Nou, en dan moeten deze wormen, die moeten eigenlijk zorgen, samen met die ziegelrij en andere diepere wortels. Want deze heeft een mooie diepe wortel. Ja, ja. Nou, en hiervan maakt die worm dan weer gebruik van, hé, daar kan ik weer langs. En aan de andere kant, je hebt ook wormen die gaan veel heen en weer, van boven naar beneden, die heten dan ook de pendelaar. Maar daarvan denkt zo'n wortel dan weer van, hé, ik kan weer verder. Daar kan ik weer verder. En zo, ja, zo werkt dat samen. Ja, mooi, hè. En als je als boer alleen maar met zware machines eroverheen rijdt en heel intensief gebruikt. Ja. Wij gebruiken deze grond ook intensief. Maar, dan maar met de koeien. Maar op een andere manier. Ja. Maar je moet er wel wat voor doen dus. Ja, gaat niet vanzelf we hier. We moeten aan de bovenkant de plantdiversiteit aanbrengen. Maar hoe komt het dan? Want is dit ooit gewoon wel inderdaad te plat gereden te intensief gebruikt? Ik was eerder heel intensief boer. Als het 15 februari was, dan kon Peter mest rijden. Oh ja. En zo had ik het geleerd op school. En nu wacht ik, nu gaan eerst de koeien er eens overheen. Ja. En ik had geleerd dat alles wat geen Engels rijgras was, ja, misschien een klavertje, dat, maar dat was onkruid. En daar heb je dus heb je een monocultuur. En een monocultuur is heel vatbaar voor ziektes, voor plagen. Je bent zand aan het maken. Wat klinkt dat, schepper? Zand? Eigenlijk zand aan het maken. Je bent boer. Ik melk koeien en die koeien hebben, die moeten goed voer. En ik wil dat voer dus telen zonder kunstmest. Ja. Om te kijken of het zonder kunstmest wel kon. Nou, dit perceel is inmiddels 3 keer afgeweid. Ik haal eigenlijk meer van mijn grond af als dat ik erop breng. Deze grond die zou ik dus op papier ben ik die aan het verschralen. Maar als ik een schop in de grond steek. Dat gaat wel heel makkelijk. Dan zie ik eigenlijk het tegenovergestelde. Oh, ja. Zo mooi kruimelig. Zo mooi vol leven. Ik zie ze weer. Het zijn allemaal wormen. En dit is dus een perceel, zeg maar. Nou, die is al heel mooi. Nou, hier is hij zelfs nog mooi van structuur. Je merkt het ook hoe die schop erin in vliegt. Daar ben ik natuurlijk ook vreselijk sterk. Maar je ziet eigenlijk hoe mooi die ook uit elkaar valt. Moest je echt eraan wrikken. En nu zie je eigenlijk dat hij heel mooi. En al die wattels. Dat zijn dus, in principe zijn dit ook, is dit het begin van organische stof? Ja, en lucht. En lucht. En spons. Ja. Maar dit is daarom dus echt de grens, zeg maar, tussen waar het zand, het potkleilandschap overgaat in het laagveengedeelte. Ja. En dat is dan het stuk wat zich uitstreekt rond de stad Groningen. Hè, Groningen. Maar wat wij daar doen, dat heeft invloed op het natuurgebied. En omgekeerd. En omgekeerd dus ook. Ja. Ja, en wat kun je hier prachtig boer zijn op deze manier. Aan het einde van onze rondtocht heeft Bart nog een verrassing voor Carla. Bij de moeraseilanden bij Terborg in Ilderwolde is veel riet. En dat is ideaal voor een bijzondere vogel. Zitten hier bijzondere vogels eigenlijk? Zeker, heel veel verschillende soorten. Maar een van de meest bijzondere soorten, vind ik daar zelf hoor, is de roerdomp. Oh ja, die zijn prachtig. En ik kan het toch niet alles dan steeds maar weer benadrukken. De onlanden hebben meer roerdompen dan de hele biesbos bij elkaar. Wow, daar mag je trots op zijn. Ja, dus. Maar niemand ziet zo'n roerdomp eigenlijk. Behalve ik. Ja, want die roerdomp die hoor je wel. Het hoempen. Hele harde bas, 3 keer achter elkaar. Doe eens. Hoemp. 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 Heel goed. Ik heb het antwoord voor de nationale televisie.
Maar ik heb voor jullie zo'n roerdomp toch maar opgescharreld. Ik nou, zie hem wel staan. Ja, maar dat valt toch niet mee, want hij staat nu in de pijlhouding. Het is zo dat die roerdomp, op het moment dat ze zo met een snuit, met een snavel omhoog gaan staan, ze precies de rietstengels op hun veren hebben staan. Maar ze weten die onlanden toch goed te vinden. En in zo'n jong gebied, hè, van na 13 tot 15 jaar oud, qua inrichting, en nu al een populatie van 32 broedparen, ja, dat is toch wel echt iets om te benoemen. Ook op landelijk niveau wordt dat gezien. Dat die onlanden toch wel bijzonder zijn. Ja. En daar is deze roerdomp misschien wel het voorbeeld van. Prachtig. De volgende keer, over 2 weken, zijn we in het gebied van het Paterswoldse Meer. Daar gaat Carla op zoek naar de bever en Loes verdiept zich in een bijzondere watersport.